Welkom bij een nieuwe video. Nou, ik heb vandaag voor jullie twee dozen die ik ga unboxen. Eentje van het kruidvat. En eentje van de Boozy Shop. Ja, ik weet, ik heb hem net even opengemaakt om foto's te maken. Dus daar gaan we ook mee beginnen. Even kijken, het zit verpakt in zo'n tasje. Het zit wel goed ingepakt, moet ik zeggen. Er zitten ook kaartjes in. De doos even weg. Skincare routine en een bedankje. We beginnen met dit pakketje. Het zit in een tasje. Ja. En vervolgens zit het nog in bubbeltjes verpakking. Dus ik ben benieuwd. Zo. Even kijken. En ik begin met het eerste product wat ik heb besteld. En dat is de Essence 7 keer hydrogel eye patches. Dus daar zitten dus 7 van die kleine verpakkingjes in. Dan heb ik nog een make-up buffer brush. Dat is een make-up foundation aan te brengen. Ja. Daar heb ik er dan nog eentje van. Daar heb ik er 2. Tadaa. Ik ben gek op die oogschaduwkwasten van Essence. En daar heb ik er nog 2 van besteld. Tadaa. Dat is een ander. En ik heb nog een eyebrow brush. Dus dat is voor de wenkbrauwen. Altijd handig. Dan heb ik hier een nieuwe blush. Dat heet nummertje 90. Ja, dat ga ik niet eens uitspreken, maar goed, deze. Dan heb ik nog een hele mooie rode nagellak en dat komt uit de lijn Pretty Fast Nail Polish. En dat is in 40 seconden moet dat droog zijn. Nou, daar ben ik even benieuwd. Hier. En dan heb ik hier nog een Kiss It By The Light Illuminating Powder. Het is in ieder geval een highlighter en een blush en een bronzer in één. Ik heb de nummer 01, maar je hebt ook nummer 2. Die ziet er zo uit. Mooi. En dan heb ik het laatste van de Boozy Shop. En dat is ja, wel van Essence, maar gekocht bij de Boozy Shop. Magic All-in-One Face Crème. Dus daar ben ik ook benieuwd naar. Je moet dan skin tone. Coverage, hydratatie. Maar ja, we zullen het wel allemaal zien. Dat komt goed. Nou, dan waren dit de producten van Essence bij de Boozy Shop gekocht. Online dan natuurlijk. Dan doen we dat allemaal terug. En dan gaan we nu door naar het laatste. En dat is van het kruidvat. Die is best zwaar. En ik heb als eerste heb ik de Nivea Rose Care Micellair Water met bio roze water en olie gekocht. Daar heb ik er 1. 2. 3. En nummertje 4, want het waren nu 2 plus 2. Dus laten we eventjes allemaal tegelijk laten zien. Hè, misschien. Tadaa! Dus ik kan weer even vooruit. Mijn favoriete micellair water van Nivea. Echt ongelooflijk lekker. Even kijken. Dan heb ik nog 4 tubes. Nou. Ik begin met de eerste. Deze komt ook uit de Rose Care lijn. En dit is de Micellair Reinigingsgel met bio-roze water. En het is geschikt voor alle huidtypes. Het is voor het gezicht en voor de lippen. Maar de lippen doe ik meestal dan niet. Maar zo ziet het er ook uit. Het is echt heel fijn. Ik gebruik hem nu al een aantal jaar en ik vind hem echt super fijn. Dan heb ik de volgende. En dit is de dagelijkse reinigingsscrub. En die gebruik ik ook al jaren. Heeft wel een andere verpakking gekregen. Het zuivert de poriën. Het verfijnt de huid. Exfoliëert zacht. Het maakt je huid zachter. Dat vind
allemaal weer ingewikkeld zijn. En het is antibacterieel, dus daar krijg je ook geen bacteriën van, dus dat scheelt. Ja, ook deze vind ik super fijn. Het is voor de vegan. Oh, het is ook vegan formule, dus dat is de. Kijk, is het ook nog wat voor een bepaalde huidstype? Ik weet niet wat voor een huidtype, want dat staat er niet echt op. Maar ja, je moet er maar even zelf achter komen of dat iets voor je huid is. Maar. Dan heb ik de volgende. En dit is een reinigingscrème. En dit is voor de droge of gevoelige huid. Dat staat hier wel op. En dit is verzachtende gezuiverd water met amandelolie. En wat doet het met je? Nou, dat is heel simpel. Nee, het is helemaal niet zo simpel. Jawel, de formule reinigmeld, sorry. Het verlicht en verzacht. Je huid is verzorgd en de natuurlijke vochtbalans is behouden. Dat wordt allemaal goed. En dan heb ik het laatste product voor deze video. En dit is de reinigingsgel. Verfrissend met lotusbloemen. En dat is voor de normale tot gemengde huid. Is dat een boel? Even kijken. Verfrissende reinigingsgel is verrijkt met gezuiverd water en Indische lotus. Het reinigt grondig, verwijdert dagelijkse onzuiverheden en verfrist. Het verzorgt je huid, behoudt de natuurlijke vochtigheid. Nou, en hoe breng je zoiets aan? Maar goed, voor de mensen die het niet echt weten. Je brengt het zakjes aan. Dus eerst doe je je gezicht een beetje vochtig maken. Niet te vochtig, maar gewoon vochtig. Je brengt dit aan, je masseert het zakjes in. En dan doe je het met lauw warm water, doe je het ervan afhalen en je huid voelt echt zakjes aan. Nou goed, ik denk dat de meeste mensen dat wel weten. Maar nou, dan was dit de video. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. En ja, ik zie jullie wel een volgende keer. Tot ziens!